Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Aras Zaalverhuur. Voor al uw feesten en trouwerijen. Voor meer informatie kijk op www.zaalverhuuraras.nl. Bifera doeken. Alleen al met warm water goed uitknijpen en schoonmaken. Binnen 10 à 15 seconden droogt het vanzelf op. Laat geen watersporen en ook geen vlekken achter en je hoeft het niet na te drogen. Alles in één. Bestel de Bifera doeken op www.bifera.nl. Hebben we dan met z'n allen een aparte god die op ons let? Nee. Er is gewoon één god die ons heeft geschapen. Maar als dat de invloed van de islam is, is het een bijzonder goede invloed. Dat is zeker de invloed van de islam. Dan zou Memphis ook eens een beetje meer in de Koran moeten lezen. Ja. Misschien jij ook, joh. Denk je echt dat je dan het gevoel hebt dat de islam een beetje aan het overnemen is of zo? Nee toch, Johan? Anders snap jij toch ook wel dat dat niet zo is? Welkom bij Mountains Flames, de expert van Nederland in digitale sfeerhaarden. Maak een afspraak en kom gezellig langs bij ons in de zaak in Rotterdam. Voor meer informatie kijk op www.mountainsflame.nl. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nagil Elia. Voor de allerlekkerste dadels en voor de unieke dadeltruffels, chocoladedadels en dadelkoekjes, ga nu naar nagilelia.nl en ontvang 10% korting op de hele bestelling met code SALAHTI. Bazaar Online, de grootste online bazaar van Nederland. Voor al uw meubelen, woondecoratie, verlichting en veel meer. Shop online of bezoek onze winkel. In deze aflevering van God, de Dood en het Hiernamaals is mijn gast Johan Derksen. De 72-jarige Johan. De man die wordt geliefd en gehaat door velen om zijn scherpe meningen over alles en iedereen. Maar in deze aflevering hoop ik een andere kant van Johan te zien. Even geen rel op tv, even geen voetbal, maar erachter komen hoe de man uit Grollo denkt over God en het geloof. Is er volgens Johan meer tussen hemel en aarde? Ik heb helemaal niets met het geloof, ja. Nee. Terwijl ik wel christelijk opgevoed ben. Maar ik heb aan den lijve ondervonden, als een geloof erin gestampt wordt, dat het averechts werkt. Ik moest iedere zondagochtend mee naar de kerk. Ja. En ik had er een bloedhekel aan. Het boeide me niet. Ik zat me te vervelen en het tweede elftal speelde op zondagochtend van onze dorpsclub, te willen ik gaan kijken, maar ik moest naar de kerk. En dan neem je als jongetje van 13, 14 jaar voor, als ik eigen baas word, kom ik er nooit meer. Ik las ook in je boek dat je wel als kind heel veel aan het bidden was. Mm. Niet om een hele positieve reden, maar Nee, mijn vader was nogal een tiran in huis. Mm-hmm. En nou ja, er was nog wel eens wat huiselijk geweld en zo. En als kind is dat heel moeilijk mee om te gaan. En dan lig je als kind, zat ik op de kleuterschool, denk ik 4 of 5 jaar. Dan, je gelooft heilig in onze lieve Heer. Mm-hmm. Want de juffrouw kan gepassioneerd vertellen over bijbelverhalen. En je was protestants gereformeerd? Ja, protestants. Ja. En dat geloofde je, hè? En dan lag je te bidden dat je vader je moeder geen klap zou geven. En achteraf denk ik, ja, ik ben nu 72, maar onze lieve Heer is mij nooit te hulp gekomen, hoor. Je geloofde wel echt in God. Ja, nee, maar kijk, als je jong bent, we waren knulletjes. Ja. En iedere dag had je godsdienstles en werden de verhalen uit de Bijbel verteld. En als je toevallig een juf had die dat mooi kon vertellen, nou, dat ging er wel in. Dat was erg leuk ook, weet je wel. Ja. Maar dan ging je naar huis en daar geloofde je heilig in. En als je wat ouder wordt, dan sluipen de twijfels binnen. En op welke leeftijd begon je te denken van, nee, er is geen God, er is geen Nou, toen ik een jaar of 12, 13 was, toen begon ik toch wel ernstig te twijfelen. En ik ben natuurlijk opgegroeid, ook in twee kampen. Kijk, waar ik opgroeide in Heteren, dat was de helft katholiek. Ja. En de helft was protestant. En dan had je nog een kleine gereformeerde gemeenschap. Ja. Maar ja, de protestanten hadden hun eigen supermarkt, hun eigen bakker. En de katholieken hadden ook hun eigen mensen. Je had alles gescheiden. En als er een protestante jongen met een katholiek meisje verkering kreeg, dan zag je s'avonds meneer pastoor op de bromfiets door het dorp racen. Die ging naar dat gezin toe dat het afgelopen moest zijn. Dat kon niet. Ja, die kwam dat echt gewoon waarschuwen. Ja, die bemoeide zich daarmee. De dominee, niet openlijk, misschien dat hij ook wel stiekem wat zei tegen die ouders, maar meneer pastoor maakte daar geen geheim van. Dan werd zoiets gewoon afgekapt. Dat kon niet. Ik kan me niet herinneren dat in dat dorp een katholiek en een protestant met elkaar trouwden. We hebben het één keer meegemaakt dat een protestant meisje raakte in verwachting van een katholieke jongen. Het was het einde van de wereld. Ja. Het was niet te geloven dat meisje, dat is weggehaald, die is ergens ondergebracht. Ik geloof in een inrichting had je toen voor zwangere, minderjarige meisjes. Ja. Die hebben we nooit meer gezien, dat meisje. En
we weten ook niet of er ooit een kind geboren is en waar het kind gebleven is. Zo ging dat in die tijd. Om nog even terug te keren naar jouw kinderjaren en het geloofsbesef. Jouw vader was best wel streng in de leer, maar tegelijkertijd had je ook een hekel aan je vader. En jij vond het, jij vertelde dat je in je boek vertelde je dat je het heel hypocriet vond dat hij wel naar de kerk ging en dat hij zo met die Bijbel bezig was, maar dat hij tegelijkertijd ook je moeder in elkaar sloeg. Dat kon jij niet rijmen. Nee, dat was eigenlijk voor mij het breekpunt. Ik denk, ja, dit klopt niet, dit klopt niet. Die man die leefde volledig in strijd met zijn principes, ja. Waar hij altijd mee rondstrooide, hè? Ja. En dat ging me zo tegenstaan. En als je dan wat ouder wordt, dan kom je voor je moeder op. Ja. En dan krijg je helemaal nare situaties in zo'n huis, weet je wel. Ja. En als ik dan ruzie met hem gehad had over mijn moeder weer, en ik ging weg, dan reageerde hij dat weer af op mijn moeder. Ja. Dus dat was eigenlijk een uitzichtloze situatie. Maar dat tegelijkertijd heeft dat eigenlijk jouw band met God ook verbroken? Ja, indirect. Want al die mooie verhalen, als er problemen zijn, dan is God er altijd voor je. Ik heb er nooit wat van gemerkt. Dat jij eigenlijk het ook bizar vond dat jij wist bijvoorbeeld welke mannen aan hun dochter zaten en die ook in de kerk zaten. En dat vond jij ook iets, ja. Gaf je ook het gevoel van dit er kan geen God zijn of zo? Of legde je daar dan die link mee? Of? Ja, nou kijk, ik was natuurlijk redelijk ondeugend. Ja. Wij woonden altijd op het politiebureau, want mijn vader was het hoofd van de politie. Ja. En bij de politie hadden ze een soort dagboek met de processen van Baal, ja. Die zo'n dag of zo'n week gemaakt waren van mensen in overtreding. Ja. En als er dan niemand op het bureau was, dan ging ik al die processen van Baal zitten lezen. Ook zedendelicten. En opvallend vond ik altijd, dan zat ik in de kerk en dan had ik gelezen dat een bepaalde man met zijn vingers aan zijn dochter had gezeten. Ja. Dus dat was een rechtszaak aan het worden. Ja. En die zat dan voor in de kerk heel hard te zingen en dan ergerde ik me dood. Ik dacht, dat kan toch niet? Ja, ja, dat hypocriete gedrag. En daardoor kreeg ik steeds minder vertrouwen in die hele kerk. Door omstandigheden ben je eigenlijk het geloof in God kwijtgeraakt tot aan je puberteit. En toen ging je de voetbalwereld in. Ging ik de voetbalwereld in, maar bijvoorbeeld, ik was wel heel erg gewend aan bidden voor het eten. Ja. Dat was in een christelijk gezin heel normaal, dus ja, ik wist niet beter. Hè? Ja. En dat onze vader, dat dreunde je dan routineus op. En ik kwam in het internaat bij Go Ahead in Deventer. En daar zaten wij, ik geloof met 13 of 14 jongens, en dan aten we rondom zo'n grote tafel. En dan werd er altijd een moment stilte gehouden voor de jongens die christelijke achtergrond hadden. Mm-hmm. Nou, daar hoorde ik ook bij, dus ik ook mijn ogen dicht. En nadat ik 3 dagen mijn vlees kwijt was, toen ik mijn ogen weer opendeed, ben ik daar maar mee gestopt. Want als je ging zitten bidden, dan was je bal gehakt weg. En het waren allemaal niet gelovige jongens die met elkaar voetbalden en zo? Nee, er waren een stuk of 4, geloof ik, die dan christelijke achtergrond hadden. Je had een hele goede band met je moeder. Je noemde je moeder een soort van warme libellenmoeder. Ja, 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 ja. Mijn moeder was zo'n traditionele ouderwetse moeder die, als ik naar school kwam, die met thee en koekjes zat te wachten. En ze was geabonneerd op de libellen. Je had de huisvrouwen van die tijd, die hadden, dat was ook een tweedeling. Je had libellen of Margriet. Ja. En dat waren waanzinnig grote bladen. Iedere vrouw had een abonnement op een van die 2 bladen. Ja. Ik kan van mijn moeder niets naar zeggen. Ik kan alleen maar constateren, heel betreurenswaardig, dat mijn vader het leven van haar volkomen verwoest heeft. Ik heb als kind mijn moeder alleen maar huilend aangetroffen. Waarom heeft je vader, waarom had hij de behoefte om jouw moeder zo hard aan te pakken? Wat was dat? Ik heb er nooit wat van begrepen. Het zat in zijn karakter. Het was een hele dominante man die overal zijn zin in moest hebben. Het moest allemaal precies gaan zoals hij het wilde. Mijn vader was een thuisdrinker. En als hij dan wat te veel op kreeg, werd hij echt heel, heel vervelend. Hoor. Heb jij wel een pakslaag gekregen van? Nee. Op mij reageerde hij dat niet af, maar op mijn moeder wel. En ik weet nog wel een keer uit bescherming van mijn moeder dat ik de jeneverfles verstopt had. Ja. En toen hoorde ik, s'avonds lag ik al op bed en een hele hoop kabaal. En toen kreeg mijn moeder de schuld dat ze die jeneverfles verstopt had. Ja, dat soort dingen. Eigenlijk heeft die man het leven van mijn moeder verwoest. En hij heeft mij een kutjeugd bezorgd. Weet je wel. En dat neem je hem wel kwalijk eigenlijk? Dat neem ik hem heel erg kwalijk, ja. Jij bent nu 72, 71? 72. Dat betekent dat je ouders al overleden zijn. Ja.
Kun je iets vertellen over hoe je vader en je moeder, hoe dat proces ging, hoe ze zijn overleden? Nou, mijn moeder die was 56 en die had baarmoederhalskanker. En dat werd, toen zij jong was, nog niet gecontroleerd, zoals dat nu jaarlijks gecontroleerd wordt. Dus die was kansloos. Oh, ze was op jonge leeftijd overleden? Ja, die heeft zelfs mijn kinderen net niet meer meegemaakt. Mijn vrouw was in verwachting van de eerste toen zij overleed. En mijn vader, die is 78 geworden. En die had ook kanker. Ja. En kijk... Ik heb nooit meer een goede band met hem gehad, maar we waren wel on speaking terms. Ja. En met zijn verjaardag ging ik erheen en met de kerst even, weet je wel, soort dingen. Een beetje die verplichte nummers. Maar je moest altijd op je woorden passen, want ik had toen ik ouder werd geen zin meer in discussies. Want zei ik iets wat me niet aanstond, dan was er meteen weer een naar gesprek. Ik weet nog wel, hij had toen een soort latrelatie met een weduwe. Mm-hmm. En die zorgde een beetje voor hem. En die belde me toen van dat het een aflopende zaak was. Dus hij woonde hier ook ergens in het noorden. Ja. En toen ben ik daarheen gereden. En ja, toen wou die dus... hij zegt, ik wil niet meer wakker worden morgen, want het is niet uit te houden. Maar hij had een huisarts en die was een beetje huiverig voor euthanasie. Mm. En hij zei van, hij was geestelijk nog heel goed hoor, maar de man was een wrak en die kon eigenlijk niks meer en had doorlopend heel erg pijn. En die dokter begreep dat wel, maar die durfde het niet aan. Want was je vader nog gelovig in die periode, of niet? Ja, maar er kwam geen dominee aan te pas, hoor. Nee? Nee, er is geen dominee aan te pas gekomen. Dat werd op het laatst ook wat minder. Okay. En toen zat morfinepleisters. Mm-hmm. En toen zei zij van, nou plak hem dadelijk maar helemaal onder de morfinepleister en dan slaapt hij rustig in. Dat jij dat moest doen? Dus dat ik dat moest doen. En toen heb ik een laatste gesprek met hem gehad. En toen zat ik zo tegenover hem en dat vond ik dan toen nog wel vermakelijk, dat de man was niets veranderd. Die stond op het punt om afscheid te nemen. Ja. En toen zei hij tegen mij van, ik ben nog maar blij dat je bij die muziek weggehouden hebt met die langharige gasten en al die drugs en die drank. Maar nou heb je toch maar een mooie baan. Als voetbalverslaggever. Ja. Terug, die pleisters op je vader. Hoe ging dat? Ze hadden morfinepleisters of heel zijn lichaam geplakt? Ja, morfinepleisters en die hebben we allemaal op hem geplakt, want die man had zo'n pijn. Hij wist ook gewoon dat hij zijn dood zou betekenen. Of ze dood zou worden, maar dat wist ik ook niet. Oh. Maar die dokter had mij dat geadviseerd, doe er maar een hoop van die pleisters op en die was weg. En toen is hij ingeslapen en niet meer wakker geworden. Voor je gezicht? Nee, want ik had helemaal geen idee dat dat zo snel zou gaan, want ik weet nog wel dat hij viel in slaap, prima. Ja. En toen ben ik weggegaan, helemaal naar het westen en ik woonde toen in Gouda. En ik was nog niet in Gouda of er werd gebeld dat hij overleden was. Kom ik weer terug, dat pleurenzend. Wat deed dat met je op dat moment? Emotioneel helemaal niets. Ik heb niet, van mijn moeder heb ik echt verdriet gehad. Ja. Maar emotioneel deed me dat niets. Die man was ook aan het eind van zijn leven, maar die band hadden we niet meer zo. Ja, dat klinkt heel hard, maar ik voelde het gewoon niet. En ik heb op de begrafenis ook een hele realistische toespraak gehouden. Dat sommige mensen die waren daar uitermate door gechoqueerd. Want ik voelde mij een ontzettende hypocriete lul. Mm-hmm. Als ik daar een verhaal zou houden dat hij zo'n fantastische vader was geweest en een steun en toeverlaat. Ik heb mijn hele leven niets aan die man gehad. Alles wat ik deed deugde niet. Alles was belachelijk. Alles was onzin. En dan zag ik wel eens vaders bij vrienden. Ja. En dan denk ik, jongen, wat een fantastische ouders hebben die. Ja. Weet je wel, die werden gesteund en alles. En die kregen schouderklopjes. En alles wat ik deed was verkeerd. Afscheidsspeech op je vaders... dat was leuk. Er waren wat mensen die denken, dit is bijzonder ongebruikelijk. Niet dat ik hem helemaal afkamde, maar ik heb wel even aangegeven dat ik in mijn leven niets aan mijn vader gehad heb. Dat is wel een harde constatering. Ja. En dat hij ook voor zijn omgeving en zeker voor mijn moeder heel vervelend is geweest. En de rest, die had het gevoel dat je een schoppen nagaf of zo? Ik denk het, ja. Ik denk het. Had je niet het gevoel van, moet ik dit wel doen?
Nee, er was geen andere mogelijkheid. Nee. Ik had een ontzettende hekel aan mezelf gehad als ik daar een hypocriet verhaal had opgehangen. Je kan ook zeggen van, ik doe het gewoon alleen maar om, die man is dood, kan zichzelf niet meer verdedigen, dus dan doe ik het niet. Nee, dat kon ik niet opbrengen. Nee, nee. Dat kon ik niet opbrengen. Je moeder, je had een hele goede band met je moeder. Je komt eigenlijk superlatieve tekorten voor je moeder. Dan kan ik me voorstellen dat afscheid nemen van je moeder op zo'n jonge leeftijd, dat wel heftig voor je was. Ja. Dat was heel heftig. Want vooral omdat ze wilde graag die geboorte nog meemaken. Ja. En, van je eerste dochter? Ja. Ja. Nee, dat was verschrikkelijk. Heb je haar zien sterven? Ze is 's nachts overleden, maar de avond daarvoor was ik nog bij haar in het ziekenhuis. We gingen dan in Utrecht lag ze en dan, iedere avond ging je daarheen. En het was gewoon wachten tot het licht uitging, hè? Ja. En ik weet nog wel die avond, die laatste avond dat ik er was, toen werden de klokken geluid. En die worden meestal geluid als er iemand overlijdt. Ja. En toen zegt ze van, nou, morgen kan het wel eens voor mij zijn. Oh. Weet je wel, dat soort opmerkingen. Ja. Maar ja, goed, kijk, dat is ook het leven. Maar het treurige is, mijn moeder is slechts 57 geworden. En die is op haar 21ste al getrouwd. En van 21 tot 57 heeft ze een rot leven gehad. Ja. En ja, dat gun je niemand, maar zeker je moeder niet. Jij gelooft niet in God? Niet meer. Niet meer. Dus dat betekent ook dat je niet in het hiernamaals gelooft? Nee, zo helemaal niet. Nee. Waar denk je nu dan waar jouw ouders zijn? Ze zijn allebei overleden. Waar zijn hun? Wat is er nu met hun? Die zijn gecremeerd, die zijn weg. Als je doodgaat, is het afgelopen. En dan is er niks meer. En het treurige is, dan ben je binnen de kortst mogelijke tijd totaal vergeten. En, Kijk, als we zouden zeggen dat God niet zou bestaan. En dat als we doodgaan, dan ben je gewoon niks meer. Dan ben je gewoon weer, voordat je was geboren, dat je gewoon niks meer was. Zou dan betekenen dat dan jouw persoon, die jij 70 jaar bent geweest, dat kan toch niet zomaar verdwijnen? Kijk, je lichaam kan verdwijnen, maar jij, Johan Derksen, de persoon, de ziel Johan Derksen. Nou, misschien dat er nog wel eens nagepraat wordt over je jeugdzonde, ja, en over de dingen die je gezegd hebt op tv of zo. Ja. Maar dat gaat ook snel, heb dat weg, hoor. Ja. En je moet je niet jezelf wijsmaken dat je, als je overleden bent, dat je nog welke rol dan ook speelt. Ik neem aan dat jij voelt dat jij toch niet alleen een lichaam bent, toch? Nee, ik realiseer me dat ik ben in de herfst van mijn leven. Ja. Hoeveel jaar heb ik nog te gaan? Zeg het maar. Hè? Hoe lang denk je nog te leven? Nou, dat heeft te maken of je een beetje geluk hebt in het leven. Ja? Op mijn leven, ik zie alle mensen om me heen, zie ik wegvallen met een vreselijke ziekte en heel veel dementeren. Ja. Dus tot op heden Gaat het goed. Maar dat is ook een beetje geluk hebben in het leven. Want ik heb ook gemerkt, de jongens waar ik mee gevoetbald heb, die niet dronken, die niet rookten, die niet buiten de deur rookten, die gingen het eerste dood. Overleden. Ik heb wel wat begrafenissen gestaan. Als ik elftal foto's zie van elftallen waar ik gespeeld heb, is meer dan de helft dood. Ja. Ben je bang voor de dood? Want in principe, ja, we gaan allemaal dood, maar in principe, statistisch gezien, komt die er bij jou eerder dan bij iemand die misschien 30 of 40 is. Ik ben er niet bang voor, want het is zinloos om bang voor de dood te zijn. Maar je moet iedere dag dat je nu nog leeft, moet je eigenlijk een feestdag van maken. En dat komt er vaak niet van, in de realiteit. Je hebt toch een hoop gezeik aan je hoofd. Ja, ja. Maar eigenlijk moet je iedere dag vieren. Want iedere dag die je nu nog leeft en gezond leeft, dat is een winstdag. Als we inderdaad, we waren niks, we werden mens en daarna als we doodgaan zijn we ook niks meer. Waar doen we het allemaal voor dan eigenlijk? Dan zie ik het doel niet meer. Nee, maar ja, je wordt op de wereld gezet. Ja. En dan wordt er van je verwacht dat je iets doet. En als je ouder wordt en een gezin krijgt, dan heb je verantwoordelijkheden in het leven. Ja. En En ik werk bij de tv uit hebzucht. Maar is dat dan niet maar een soort van oppervlakkig leven? Nou ja, kijk, ik vraag me wel eens af, dan kom je intelligente mensen tegen die blind geloven in een geloof. Blind. Ja. En dat denk ik wel eens, dat is heel prettig voor die mensen.
Want die hebben een prettiger leven dan ik. Want die denken van, als ik morgen doodga, dan ontmoet ik mijn vrouw weer die al is overleden. Ja. En ik denk, maar ze worden wel voor de gek gehouden, want je ontmoet helemaal niemand. Dus het feit dat ik in God geloof en in hiernamaals, jij vindt het bizar van dat ik dat kan geloven als iemand die gewoon op een rationele manier met jou nu aan het praten is eigenlijk. Ja, zitten we op totaal verschillende golflengtes. Maar jij, kijk, jij bent een stuk jonger dan ik. Ja. Bij jou kunnen de twijfels ook nog komen. Hè? En misschien dat in jouw cultuur, mm-hmm, dat geloof wat sterker leeft dan in mijn cultuur. Hè? Ik geloof dat er bij ons meer weglopers zijn dan in de moslim wereld. Meer seculering inderdaad in het Westen. Ja. Klopt, ja. Dus, maar dan heb ik iets, joh, laat je niks wijs maken. Maar dat vind jij heel gek. Wat is jouw grootste argument, dus los van de Bijbel, maar gewoon dat er iets is wat de aarde en ons als mens heeft geschapen? Wat is jouw grootste tegenargument? Of heb je zoiets van, misschien is het er wel, los van de Bijbel dan? Er is zoveel onduidelijk om de zogenaamde oerknal, dat ik daar met mijn middelmatige voetbalverstand niet bij kan. Ik heb daar geen redenatie bij, hoe dat ontstaan is. Gaat je pet erboven, bedoel je? Ja. Want ik merk wel dat alle wetenschappers die daarover praten, die zijn ook niet dezelfde mening toegedaan. Ja. En ja, het leven is zo kort. Als ik me daarin moet verdiepen, hoe het ooit ontstaan is. Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Ik ben erop gekomen toen het er al was. Ja. In die wijsheid heb ik alle geloof in het geloof verloren. Stel, er blijkt wel een hiernamaals te zijn. Dus die sterft en het blijkt een God te bestaan. Het blijkt wel een hiernamaals te zijn. Ben je dan opgelucht van, we kunnen door? Of heb je zoiets van, We kunnen door. Als dat zo is, dan kom ik ongetwijfeld in de hel. Dus dan gaat mijn hele slechte toekomst, wordt dat voor mij. Maar hebben jullie dat ook, de hel en de hemel? Wij geloven, als we komen te sterven, dat we verantwoording aan God moeten afleggen, inderdaad. Ja. En heb je dan geleefd, heb je aan de regels gehouden. En heb je dan, als God je dan niet vergeeft, dan kan je in de hel komen, inderdaad. Ja. Maar God kan je ook vergeven. Dus de verkeerde dingen die je in je leven gedaan hebt, als je er echt spijt van hebt gehad, dan is God genadevol en de meest barmhartige. En God houdt ook heel erg veel van zijn creatie, dus van de mens. Dus niet zo van dat God per se ons wil straffen of wat dan ook. Ik probeer mijn best te doen als moslim om zo goed mogelijk te leven, om in die hemel te komen. Dat probeer ik wel. Maar kijk, dan is het hetzelfde als de Bijbel, als je dat ziet als een soort draaiboek om op een goede, verantwoorde, verzoenlijke wijze door het leven te komen. Ja, zo zien we dat wel, ja. Nee, maar als de Bijbel die taak had, dan is dat best aanvaardbaar. Heb je wel eens iets van de Koran gelezen? Of nee, iets? Ik heb er nooit in verdiept. Nee, ik heb er nooit in verdiept. Maar ook maar iets gelezen of ook maar iets? Nee, of, nee. Ik ken de moslimgemeenschap helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb ook nooit de moslims waar ik mee omga, die je in de tv-wereld tegenkomt. Je komt nooit op dit gespreksonderwerp. Oh, wel jammer eigenlijk ook. Ja. Maar wij hebben altijd hele belangrijke dingen te bespreken in die voetbalwereld, dat weet jij. Hè? Ja, dat kan niet belangrijk. Nee, want die blessure van de rechtsback, dat is ook een... Dat is wel... Dat is wel een probleem. Dat is wel... ik leef natuurlijk in een oppervlakkig wereldje. Want in die muziekwereld, daar ga je veel dieper dan bij het voetbal. Bij het voetbal draait het hoofdzakelijk om een gekke auto en een Rolex horloge. Ja. Als ze wat geld hebben, vooral laten zien hoe goed het je gaat. Ja. Nou, ik had een interview met Dan Juma van het Nederlands Elftal. Die had ook meegedaan in een van mijn interviews. Die is ook een heel gelovig moslimjongen. Ja. En die vertelt hoe hij een veel beter mens wordt, weet je, door de islam. Je ziet dat hij ook gewoon heel nederig blijft. Ik weet niet of je hem wel eens in zijn interviews hebt gezien. Ja. In die voetbalwereld denk ik, eindelijk iemand die normaal praat. Als dat de invloed van de islam is, is het een bijzonder goede invloed. Dat is zeker de invloed van de islam. Dan zou Memphis ook eens een beetje meer in de Koran moeten lezen. Ja, meerdere mensen. Ja. Misschien jij ook, joh. Ja. Zal ik je een Koran toesturen? Niet om je te bekeren of wat dan ook, maar gewoon... Nee, maar dat lukt je ook niet. Dat lukt je niet. Je gaat er zo fel in tegen de islam en moslim dingen in de maatschappij. Nou, waar ik misschien te ver in ga... Kijk, ik ben een christen, tenminste als christen gedoopt en opgevoed. Ja.
ik mag wel kritiek hebben op de Bijbel, maar het gaat wat ver om de Koran, waar ik niets van weet, op één hoop te vegen met de Bijbel. Ja, ja. Voor mij is iedere godsdienst is een soort verdwazing. Hebben we dan met z'n allen een aparte God die op ons let? Nee, er is gewoon één God die ons heeft geschapen. Er is maar één God, die heeft jou geschapen, die heeft mij geschapen, die heeft de wereld geschapen. Er zijn niet meerdere goden, er is maar één God. Dat mensen het allemaal op hun eigen manier interpreteren of een ander jasje steken. Of ja, bijvoorbeeld bij christenen, katholieke, protestanten, je hebt unitariërs, je hebt mormonen, je hebt dus... Dus al die splitsingen. Maar uiteindelijk is er maar één God. Maar dan opeens dan zeg jij bijvoorbeeld iets over... dan vergelijk je bijvoorbeeld een moslimboa die een hoofddoek draagt met iemand die in zijn blote kont het verkeer leidt. En dan denk ik aan mezelf van... Johan, dat is, eigenlijk weet jij toch ook wel dat dat toch helemaal geenzelfde vergelijking is? Nee, dat is een beetje populistisch. Ja. Maar ik vind het wel... Als Nederlander mm-hmm. ben ik er tegen dat welke godsdienst dan ook... Mm-hmm. zo'n invloed krijgen dat bijvoorbeeld de politieagenten niet meer met een pet oplopen, maar met een hoofddoek. Ja. Ik vind dat een aantasting van een eeuwenoude cultuur die we in Nederland hebben. Maar eeuwenoud, in de jaren 50 was alles nog christelijk protestants. Dus... Ja. Maar ja? Wat mij een beetje tegen de borst stuit, ja? Dat is dat... we hebben in Nederland de moslimgemeenschap erbij gekregen. We hebben de Surinaamse gemeenschap erbij. We hebben de zwarte Afrikaanse gemeenschap mm-hmm. erbij. En al die groeperingen die zijn hartstikke welkom in Nederland. Ja. Die worden onderdeel van onze samenleving. En dan komt er een activistisch ingestelde mevrouw. En die zegt dan eigenlijk niet met zoveel woorden, maar ze zegt het eigenlijk wel, dat wij allemaal racisten zijn omdat wij onze kinderen opgevoed hebben met Zwarte Piet. Dat gaat me te ver. En wanneer de politie in Nederland in een uniform loopt waar je niet aan kunt zien of die katholiek of protestant is, dan vind ik het te ver gaan dat die politieagent dan wel met een hoofddoek omloopt om duidelijk te maken dat we met een moslim te maken hebben. Dat vind ik, dan krijg de welke godsdienst dan ook, te veel invloed op het dagelijks leven. Maar denk jij echt dat een boa met een hoofddoek, denk jij echt dat je dan het gevoel hebt dat de islam het beetje aan het overnemen is of zo? Nee toch, Johan? Snap jij toch ook wel dat dat niet zo is? Kijk, de islam bevat zoveel procent van de Nederlandse bevolking. Ja. Dus dat, zo groot is dat niet in verhouding. Maar het is natuurlijk wel zo. Ik begrijp best dat mensen zich zorgen maken. De islam groeit veel groter terwijl het christendom afneemt. Dus er komt binnenkort een probleem, zeker in de grote steden al, dat 50-50 is. Ik denk dat het in Rotterdam al doorslaat naar de islam. Ja. En dat geeft voor de gewone Nederlander, denk ik, best veel problemen. Wonen de Marokkanen in Grollen, of niet? Nee, ja. Natuurlijk niet. Kijk, hier heeft de tijd een beetje wat dat betreft stilgestaan. Dit is nog het Nederland van de jaren 50, nou, 60 nee. een beetje? Doe. Nee, maar weet je waar ik mezelf op betrapte? Wat? Dat ik ook ging generaliseren. Op een gegeven moment dan praat je over die kut-Marokkanen. Ja. En dan denk je, ja, dat moet ik niet doen. Want er zijn ook kut Nederlanders en kut christenen. Ja. Maar er is niets menselijk, is je vreemd. Ik ben blij dat je zegt van je moet niet generaliseren. Maar, ik heb naast Marokkanen gewoond, dus ik heb er nooit last van gehad. Ja. Maar ik ben natuurlijk, en het leven heeft je gemaakt, ik ben een beetje een rechtse oude man. Ja. In Nederland vond ik dat eigenlijk juist het mooiste, wat eigenlijk helemaal op tv, wat je niet meer ziet, is... dit soort gesprekken die eindigen altijd meestal in hele felle, heftige... Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft niet. Helemaal nee, niet. Dat hoeft. Jij vindt, ik vind dat ik ben een oude rechtsman. Ja, daar moet ik gewoon mee leven. Prima. En dat vind ik juist het mooie van Nederland. Is dat als ik dan zeg van maar ik zou heel graag willen dat mijn kinderen dat en dat en dat doen. Of islamitisch zo, dit en dat. Dat jij dan ook gewoon zegt, nou ja, prima als jullie dat zo willen organiseren. Alleen wat ik zo jammer vind is dat... programma's dan zoals VI, maar ook alle talkshows in de afgelopen 10 jaar, die zetten twee tegenpolen tegenover elkaar. Ja. En dat begint te knetteren als een gek. Ja, maar kijk, het gaat om de kijkcijfers. Ik was eerlijk gezegd bang dat Denk een waanzinnige partij zou worden, omdat er natuurlijk in de grote steden heel veel Turkse mensen wonen. En er zijn er toch veel die niet op Denk gestemd hebben. Dat vond ik ook een gevaarlijke ontwikkeling, Denk. Veel liever dat een Marokkaan
deel uitmaakt van een van onze partijen. En zo gauw het een Marokkaans partijtje wordt en een Turks partijtje en een zwart partijtje, dat vind ik niet gezond. Dat vind ik niet goed. Ja. Kijk nu op de omroep zwart. Dat voegt niks toe, want in talkshows maar zitten heel veel zwarte mensen. Maar daar wil ik tegenover zetten. In theorie klopt jouw verhaal. In theorie klopt van, we hebben al bestaande partijen, bestaande omroepen. We hebben liever dat jullie bij ons jullie ding doen. Maar het, ja, de praktijk is dat je moet dan wel net als hun worden. En als je dan een beetje anders bent, wordt het heel lastig. Ik heb zelf gewerkt bij, ik heb 5-6 jaar bij de NPO gewerkt. Ik kwam eigenlijk niet verder dan een bepaalde programma's. Als het dan bijvoorbeeld iets breder zou worden, dan werd ik neergezet van nee, jij bent te islamitisch, jij bent te Marokkaans. Jij bent, dan denk ik bij mezelf van, hoezo ben ik te islamitisch en te Marokkaans? En al zou ik dat zijn, betekent dat niet dat misschien heel veel Nederlanders dat ook gewoon leuk vinden om daarnaar te kijken. Dus ik moest mij van binnen, moest ik me wit maken. Je mag erbij zijn, oké, je bent aan de buitenkant, ben je inderdaad, heb je een kleurtje. Maar ik moest wel programma's afleveren die wit waren. Dus ik kon mezelf niet daarin vinden. Wat ben ik toen gaan doen? Toen ben ik online verder gegaan. Daarom zit ik met jou nu te praten online en niet op tv. Dus omdat ik dit soort gesprekken vinden ze veel te islamitisch. Hallo, over Allah praten, over God, over de Koran. Daar schrikken ze bij de NPO van. En vooral omdat jij zegt van, kom dan in onze partijen. Was dat maar zo, konden we dat maar doen. Maar dat kan helemaal niet. In de praktijk is dat heel lastig. Ja, maar die twee jongens van Denk, die zijn ook bij de Partij van de Arbeid weggelopen. Hè? Die hadden ook hun strijd. En zeker de linkse partijen staan heel erg open. Hè? Ja, maar dan de linkse partijen, dan moeten ze ook eerlijk zijn. Waarom hebben ze die jongens überhaupt op de lijst gezet? Niet omdat ze zo van die Turken hielden. Nee. Voor die Turkse stem. Ja, zeker. Ja, die liefde was niet... Nee, alles heeft een reden. Ja, dus hun dachten van, we kunnen via ze die jongens... Ze werden meer misbruikt, bedoel dat jij? Dat bedoel ik. Via die jongens kun je de Turkse stem binnenhalen. Laat ze naar een Turkse moskeetje gaan. We hebben wat Turkse jongens op de lijst. PvdA dacht van, wacht eens even. Maar nu de PvdA weet dat ze die Turkse stemmen, die Marokkaanse stem, niet meer zomaar krijgen. Ze zijn ze stuk naar rechts gegaan. Kijk, als jij zegt, dat voorbeeld dat ik toen gaf van vandaag staan ze met een hoofddoekje iets verkeerd te regelen, morgen nu een naturistische blote kont. Beetje goedkoop. Ja. Maar ik vind het ook weer te gek voor woorden in Nederland, dat je een agent hebt met een hoofddoekje, daarachter loopt er een met een tulband, daarachter loopt er een met zo'n baard. Ja. Dat is Nederland niet. En ik vind niet dat jullie als minderheidsgroeperingen de totale cultuur van Nederland moeten veranderen. Dat vind ik niet. Maar dan vraag ik me dan wel af, wie mag Nederland dan wel veranderen? Mogen dat alleen de autochtone Nederlanders dan doen? Nee, daar hebben we de politiek voor en iedereen mag stemmen. Nee, klopt, maar want ik bedoel, Nederland van de jaren 50 is niet Nederland van de jaren 70. Ja, Nederland nee, maar jaren Nederland 70... verandert ook. Ja, dus doorlopend, maar daar sta ik wel open voor. Ja. Maar de activisten uit jullie kringen en ook uit de zwarte kringen, die schreeuwen mij iets te hard van de daken. Kijk, maar zouden we dan eigenlijk witte mensen naar voren moeten schuiven die het willen veranderen, zodat de andere witte mensen denken van, dit komt van onszelf? Nee. Maar kijk, ik noem even het zwarte Piet geval, waar ik helemaal niet druk zou mij een worst zijn of die veegpiet is of groen of zwart. Maar die Zwarte Piet is 500 jaar zwart geweest. Ja. En dan komen er een paar mensen uit Suriname die het volste recht hebben in Nederland te wonen, want ze hebben een Nederlands paspoort. En dan is er een bij de hand een mevrouw en die benoemt dan racistisch. Want tegenwoordig, wat je ook zegt, ik ben al racistisch geweest, ik ben homofoob geweest, seksistisch, alles ben ik al geweest. Want je krijgt meteen een etiket. En dan denk ik, met andere woorden zegt die mevrouw dat wij met z'n allen ons al jarenlang hier racistisch gedragen. Terwijl het gewoon een kinderfeest was. Een onnozel kinderfeest. Nou, ik zat in een. Ik ben opgegroeid in een witte, op een witte school. Ik zat op een witte basisschool. Maar er zat een zwart meisje bij mij in de klas in de basisschool. Op de basisschool. Maar elke keer als Sinterklaas kwam, dan werd zij echt wel door heel veel uit de klas. Elke keer. Zwarte Piet kreeg zij wel elke keer te verduren. En zij moest dat wel elke keer weglachen. Nou ja, kinderen kunnen ontzettend hard tegen elkaar zijn. Ja, maar dan denk ik bij mezelf gewoon van, alleen maar überhaupt, eigenlijk alleen voor haar al. Jawel, maar moet je luisteren, joh. Ja. Kijk, ik denk toch dat iedereen in dit land voor reden vatbaar is. Ja. Maar om nou een rel te maken om een Zwarte Piet. En dan denk ik, ja, ik maakte geen rel, want ik leg me er moeiteloos bij neer, hoor. Ja. Maar ik denk, het is ook te gek voor woorden dat mensen die wij met open armen ontvangen van,
kom maar hier bij ons wonen en je maakt onderdeel uit van onze samenleving. Die dan meteen op de tafel springen en dit moet dat en dat moet dat. Dat gaat me net iets te ver. Gaat dat je net iets te ver omdat je een rechtse oude man bent? Of gaat... Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ik kan wel heel principieel worden. Er speelt een Turkse jongen bij Feyenoord. Koksu. Ja. Die jongen is in Nederland geboren. Die is hier opgegroeid. Die heeft hier de scholen gevolgd. Dat gezin is hier niet heen gekomen omdat ze het zo goed hadden in Turkije. Ja. Die hebben voor Nederland gekozen. En dan komt het punt dat hij goed kan voetballen. En dan moet hij of voor Turkije of voor Nederland kiezen. En dan kiest hij voor Turkije. En ik begrijp best dat in die Turkse families, daar praat een hele familie mee. En de wat oudere generaties, de ouders en waarschijnlijk de grootouders, die vinden dat heel prettig als hij voor Turkije kiest. Ja. Maar het is een Nederlandse jongen. En dan denk ik van, dat vind ik een beetje ten opzichte van Nederland stank voor dank. Ik vind dat die jongen moreel de verplichting heeft. Die is in Nederland opgeleid. Die leeft in Nederland, heeft een Nederlands paspoort. Dan ga je niet voor Turkije kiezen. Dan ga je voor Nederland kiezen. Maar ik hoor Nederland nooit als Nederlandse schaatsers voor Canada uitkomen. Of voor België of wat dan ook. Dan is Nederland juist trots. Dan vinden ze het leuk. Ja. Kijk, als Nederlanders is het schaatsers. Nee. Hè? We veroveren nou de wereld. Nou maak je een foutje. Want ja, dat zijn de afvallers. Kijk, de Nederlanders die voor het buitenland schaatsen, dat zijn de jongens die in Nederland niet in de kernploeg komen. Als Asensio, die nu bij Real Madrid speelt, als die voor Nederland had gekozen, dan weet ik bijna zeker, dan had niemand in Nederland er principieel wakker van gelegen van oh, deze jongen is in Spanje opgegroeid en die heeft daar genoten van de Spaanse faciliteiten. En nu komt die potverdorie bij ons voetballen. Nee, dat wil ik niet. Nee, kijk, als Asensio niet in het Spaanse elftal gekozen zou worden en Nederland is wel geïnteresseerd, vind ik dat hij het volste recht heeft om voor Nederland te spelen. Nee, als ze allebei, als hij kon kiezen bedoel ik. Ja, nou dan, die jongen is in Spanje opgevoed. En, had je dan ook wakker van gelegen als hij voor Nederland had gekozen? Nee, ik ligt er niet wakker van. Maar ik denk wel eens, ik vind het niet juist. Ik kan me daar niet helemaal in vinden, omdat ik denk van ja, ik heb er niet voor gekozen om hier op groeien. Het is niet zo van dat ik denk van voordat ik geboren werd, in welk land ga ik eens profiteren van de voorzieningen. Mijn ouders waren hier, ik ben hier geboren. De samenloop van omstandigheden heeft ervoor gezorgd dat ik en kan kiezen voor Nederland. Kies je voor Nederland, prima. Als we toen bijvoorbeeld Afellay of Belarus of wat dan ook voor Nederland speelden, zaten alle Marokkanen ook echt te juichen als Afellay scoorde, hoor. Dat kan nee, ik nee, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Maar kijk. Het is niet zo dat wij Marokkaanse spelers niet serieus nemen of dat we niet blij zijn met ze. Natuurlijk, Ziyech was een grootheid. Ja, op één haar na wat had Ziyech voor Nederland gekozen als hij niet geblesseerd was geraakt. Guus Hiddink had hem al... En als de bondscoach zich wat nederiger opgesteld had. Want kijk, je moet wel weten, mensen uit de Marokkaanse gemeenschap, dat moet je als trainer wel weten, dat zijn mentaal gezien, qua karakter, andere mensen dan de Nederlanders. Ja. Ik vind het nog steeds een schande dat Iatare, het grootste talent wat we in Nederland hadden, er verloren bij loopt, waar dan ook. Ja. Bij Memphis hebben ze wel het geduld gehad om hem helemaal te begeleiden. Bij hem niet. Er moet toch iemand zijn die niet jouw kleurtje heeft, die met Iatare tot een goed gesprek kan komen en me aan het voetballen kan krijgen. Ja. En anders, dan huren ze maar iemand met jouw kleurtje in als assistent trainer. Ja. Want hij vertegenwoordigde de grootste transfersom die ooit in Nederland betaald zou worden. Het is kapitaalsvernietiging. Dat ze daar zo makkelijk mee omgingen. Ik vind het bezopen. En hetzelfde geldt voor Tanane bij Vitesse. Ja. Lastige jongen. Nou, Theo Jansen, die zo wit is als wat, was net zo lastig. Die heeft wel zijn hele leven bij Vitesse kunnen spelen. Ja, en bij Ajax en bij. Weet je wel, en dat vind ik dan zonde dat Marokkanen worden heel snel neergezet als lastposten. En ik weet wel, als je dan een jongen in je groep hebt die een vrouw geen hand wil geven, ja, dat heeft dan weer met jullie godsdienst te maken. Maar dat moet je dan niet uitvergroten of moeilijk over doen. Dat zijn regels die bij jullie en de puristen die houden zich daar strak aan. Terug te komen, en dan kunnen we ook richting het einde gaan, nog even over het onderwerp de dood. Ik las in je boek dat jij het niet fijn vindt om te praten over jouw vrouw, eerste vrouw die was overleden. Nou, dat is niet mijn favoriete onderwerp, want dat is de grootste ramp die zich in mijn leven heeft voltrokken. Ja. Kijk, ik was 41 en zij was 40 en ik was 's avonds naar
MVV Roda geweest. En omdat het mistig was, dat deed ik nooit, ben ik met de trein gegaan. Ja. En ik kwam met de laatste trein terug. Die wedstrijd werd ook nog vlak voor tijd door de scheidsrechter afgelast. Ja. Dus ik ben door een collega van de Limburger naar het station gebracht. Daar heb ik op het station mevrouw gebeld dat ik met de laatste trein zou komen, want die trein was net weg. Dus heb ik mevrouw nog gewoon gesproken. En toen ik thuis arriveerde, lag ze in de gang. En mijn oudste dochter, die was toen een jaar of 12, die lag op bed. Die had nergens iets van gemerkt. En die was met een doos naar boven lopen, achterover gevallen, want ze was met haar achterhoofd op een traptreden gevallen. En dan kom je in een situatie, dat is een film, want je belt de huisarts en op het dorp die komt gewoon langs dan. Die belt de ziekenwagen en die belde een chirurgisch team in het Radboud ziekenhuis. Ja. En toen voelde ik al onraad. En die jongens van de ziekenwagen die schenen met lampjes in haar oog. In haar ogen en die werd een beetje paniekerig. Dus weg naar het ziekenhuis, ik mijn dochter uit bed, bij kennissen ondergebracht, allemaal 's nachts 1 uur. Ja. Ik naar het ziekenhuis, Radboud ziekenhuis. Er staat een jonge arts die dienst had in een t-shirtje en een spijkerbroek. En die zegt, gaat u even zitten. En ja, die zegt van, ja, uw vrouw zal nooit meer kunnen zien, nooit meer praten, nooit meer ruiken, nooit meer horen. Hij zegt, alle hersenfuncties zijn weg. Oeh. Dus we houden haar in leven en we gaan in de loop van de week gaan we met een team kijken wat we kunnen doen. Nou, dan moet je eind van de week word je uitgenodigd en moet je een familielid meenemen, want je mag niet zelf beslissingen nemen omdat je emotioneel dat kunt doen. Ja. Dus ik met een familielid heen en dan zeggen ze, nou meneer Derksen, we kunnen haar aan een machine houden in coma, kan ze nog jaren leven, maar ze zal nooit meer wakker worden. En daar zit je dan, hè? Moest jij beslissen daarover? Dan moest je beslissen en nou, ik was met een tante, dat was het naast de familielid. En je praat wel eens, als je zo op de bank zit met programma's met mensen die 10 jaar in coma liggen. Nou, als mij dat overkomt, dan trekt de stekker. Weet je, dat soort verhalen, dat is zo makkelijk, hè? Ja. Maar dan is het zover. Dus nou, na overleg, maar vooral ook overleg met het medische team, hebben we besloten om dan de stekker eruit te trekken. En dan sta je naast zo'n bed met zo'n arts. En hij zegt, wilt u het zelf doen of moet ik het doen? Nou, ik vond het te gek voor woorden dat ik die knop om moest draaien. Dus hij draait die knop om en dan zegt hij gecondoleerd met het overlijden van uw vrouw. Direct? Ja. Wat heftig zeg. Ja. En ja, daar sta je dan met je grote bek, hè? Ja, de stoere Derksen met zijn lange haren. Ja, ja, ja. Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel gehuild als in die periode. Ik heb zo'n ontzettend verdriet gehad. En daarna, ik was 41, ik ben nu 72, dus er zitten wat jaren tussen, heb ik nooit meer om iets kunnen huilen. Het lijkt wel of mijn tranen op zijn. Nadat was het opgegaan. Ja, ja. Niet van vreugde kunnen huilen, niet van verdriet kunnen huilen. Het is gewoon op. Betekent het ook dat je nu beter dingen kan relativeren naar je die bagage allemaal hebt? Allemaal dat soort dingen hebt. Dit is wel een hele harde manier om erachter te komen dat in het wereldje waar ik me bevind, dat het om niets draait. Hè? Ja. En ja, kijk, wat ik ervan geleerd heb is... Dan dat... wordt een rechtsback die knijpt, wordt opeens... Nee joh, ik dacht, ga ik me ooit nog druk maken om voetbal? Wat ik ervan geleerd heb, en daar had ik zoveel respect voor, ik was altijd onhandig in... Als iets met dood te maken had, als bij familielid of bij kennissen of bij vrienden iemand overleed, probeerde ik dat te ontlopen. Ik wist ook niet goed raad met mijn houding. En ik weet nog goed, de eerste avond dat we thuis zaten, gaat de bel. En wie staat er op de stoep? Hans Kraaij junior. Die trainde bij de Graafschap, daar voetbalde hij nog en die was op weg naar huis. En die is even langs gereden. Heb ik zo ontzettend gewaardeerd. Kijk, die Kraaij is natuurlijk af en toe een dorpsidioot, eerste klas. Ja. Maar Hans Kraaij stond er. De volgende ochtend wordt er gebeld. Staat Leen Looijen, de trainer van NEC, met 3 appelpunten voor de deur. Ja. Van die kleine dingen. Van mensen die langskomen, mensen die iets laten horen. Ja. Als er nu iets met de dood is, ben ik er meteen bij. Van der Gijp belde mij een keer in paniek, 's ochtends om 8 uur, dat zijn vriendin was overleden.
Nou, om 9:00 stond ik in Dordrecht voor de deur. Weet je wel, dat leer je. Dat leer je, ja. Weet je wel. Dus... En je weet dat die mensen dat echt kunnen waarderen. Ja. En in het verleden, voor mij dat zelf overkwam, wist ik me nooit geen raad, wat moet ik dan doen? Ja, dat zijn niet de leukste dingen. Dus ja, ik verstopte me maar een beetje. En daar ben ik heel erg in veranderd. Ik kan nu heel goed met de dood omgaan en ook beseffen dat andere mensen daar steun aan hebben. En je eigen dood? Kun je daar ook heel makkelijk over praten en makkelijk over? Daar ben ik heel realistisch in. Als het licht uitgaat, dan... jij kunt met je godsdienst en de christenen kunnen met zijn godsdienst net zeggen wat ze willen. Als het licht uitgaat, is het afgelopen. En dan word je of gecremeerd of hier aan de overkant van de straat hebben we een begraafplaats. Je gaat toch niet gecremeerd worden, Johan? Nee, joh, ik ga hier gewoon de weg oversteken. Okay. Ik vind dat zo eng. Ja, ik vind dat ook eng. Nee, ik denk dat ik me hier keurig op de begraafplaats laat begraven. Dan heb je nog een steen als nagedachtenis. En na zoveel jaar word je geruimd. Maar dan is er niemand meer in de familie die zich druk maakt om de dode Johan Derksen. Denk ik. Eén ding wat ik nog even op terug wil komen is dat je zei van ik heb een grote mond over de islam en over moslims. Maar ik heb eigenlijk nog nooit iets gelezen erover en ik weet er niks over. Nou, een grote mond. Ik heb wel een oordeel. Als de islam maar groeit en het christendom neemt af, dan wordt de islam dadelijk de toonaangevende godsdienst in dit land. En ik denk dat dat voor de niet-kerkelijke, dat... Schrikbeeld. Ja, dat is wel een schrikbeeld, ja. Eigenlijk zouden wij onze islam beter aan jullie moeten uitleggen, dat jullie er niet meer zo van schrikken. Ja. Nou ja, als wij islam horen als Nederlanders, dan denken we vooral aan de extremisten die de mensenrechten overtreden. En dat is natuurlijk niet de huistuin- en keuken-moslim die dat doet. Dat begrijp ik ook wel. Maar zou het helpen als ik jouw buurman was geweest hier in Grollo? Stel, ik koop de boerderij hiernaast en ik zou jou gewoon vanuit mezelf gewoon dingen uitleggen. Moet ik weer gaan verhuizen? Nee, maar Marokkaan, we volgen je, Johan, waar je ook heen gaat. Maar stel voor, ik zou vanuit mezelf gewoon ik zou het uitleggen. Oh nee, maar kijk, de onwetendheid en het feit dat ik een ontzettende grote bek heb en me nog nooit in jullie bijbeltje heb... Koran, heb verdiept, heb ik eigenlijk al geen recht van spreken. Ja. Maar we hebben als Nederlanders overal een mening over en we maken ons daar wel zorgen over. Is het dan niet een deal dat ik jou dan een Koran toestuur? Die stuur ik je op en lees er een keer in. Wel het Nederlands. Het Nederlands, ja. Ja, gewoon ik bedoel, je zit hier in je mancave, je hebt hier allerlei geweldige boeken en platen, et cetera. Zet er een Koran hierbij en lees er gewoon een keer in. Dat ik 72 moet worden, dat ik voor het eerst van mijn leven in een Koran ga lezen. Maar als je er wat over zegt, kan dat geen kwaad, dat je er wat van weet. Johan, dankjewel voor dit gesprek. Nu weet ik eindelijk waar je het al die jaren over hebt op tv, over je mancave. Nu zit ik er zelf. Ja, ik hoop dat de kijkers er ook, dat die dit een leuk gesprek hebben gevonden. Dus, Nou, ik besef best dat met mijn grote waffel ik niet de populariteitspol in de moslimgemeenschap zal winnen. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat ik niets tegen moslims heb. Ja. Ik maak me alleen zorgen om de invloed, maar dat heeft ook te maken met de hele ontwikkeling in Nederland. Misschien ligt daar een mooie taak voor ons weggelegd, voor de zwijgende meerderheid van de moslims, om ook gewoon ons verhaal te doen. Mensen die misschien door onwetendheid bang zijn van het geloof, bang zijn van moslims. Nou, jij noemt het de zwijgende meerderheid van de moslims. Ik behoor tot de zwijgende meerderheid van de Nederlanders. Ja. En ik denk dat die veel dichter bij elkaar staan dan de extremisten aan beide kanten. Ja. Dankjewel, Johan. Graag gedaan. Ja.